Dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Hovenier. U mag de knop indrukken en dan heeft u 2 minuten. Gaat u gang. Kijk eens, ik heb het gevoel als bewoner van de Vondelkwartier dat er niet naar omwonenden geluisterd is en wordt. Het idee dat de gemeente al een besluit heeft genomen over de locatie, een hele tijd geleden eigenlijk al, dat gevoel krijg ik tenminste. Er is gevaar voor de jeugd, school, sport, wonen, een doorgangersroute. Monument moet helemaal opgeknapt worden, kost ontzettend veel geld. En bestemmingsplan moet gewijzigd worden, terwijl wij hadden aangeboden dat in de Waardepolder misschien te laten plaatsvinden, waar dan ook een bestemmingsplan gewijzigd zou moeten worden. Maar dat kan dan ineens weer niet. Er zou serieus ook gekeken worden, maar waar is dat serieuze idee gebleven? Dat is gewoon van tafel geveegd en er is gewoon gekozen voor deze 2 locaties. Wij zijn bang voor drugsoverlast, drankoverlast. Deze mensen moeten toch voorzien worden van drugs en drank. En ja, dat moet dan via een illegale manier moet dat bezorgd worden in onze wijk. En ja, daar zien wij allemaal heel erg tegenop. Het gevaar voor de jeugd die daar langs fietsen, lopen, naar school moeten. En over het verkeerde voorbeeld gesproken. Daar worden dus mensen ingezet die overlast bezorgen, echt ernstige overlast bezorgen. En nou, dat die überhaupt beloond worden voor hun gedrag, ik snap daar helemaal niets van. Het is gloednieuw en heel duur en van ons geld ook nog. En terwijl mijn dochter 8 jaar op een woning heeft moeten wachten, vind ik heel onterecht. Dat was mijn betoog. Dank u wel voor uw verhaal. Dan is het woord aan mevrouw De Roos. Mevrouw Roos. De Roos, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Leden van de commissie Ontwikkeling en Samenleving. Allereerst mijn dank voor de onlangs gevoerde gesprekken met velen van u. Vandaag wordt uw instemming gevraagd voor een Domus Plus voorziening op de Nieuwe Weg en 6 kevenhuizen op de Vergierenweg. Een lastige keuze. En dat komt omdat bewoners, instellingen en bedrijven niet vooraf, maar pas achteraf hun mening konden geven. De wijkraad Vondelkwartier heeft vanaf het begin vraagtekens gezet bij de gehanteerde selectiecriteria. De locatie Vergierenweg is bovendien absoluut geen prikkelarme omgeving. De skevenhuizen komen tegenover de sportvelden en de doorgaande weg met aan- en affietsende jeugd. De ontsluitingsroute naar de skevenhuizen ligt naast uitvaartcentrum Sterrenheuvel en tegenover de begraafplaats Akendam. Deze huizen komen relatief dichtbij de woonbebouwing te staan langs de Stadszand. En de bestaande dak- en thuisloze opvang Velzenpoort ligt op loopafstand. Ook deskundigen zien dat als een mogelijk nadeel en ik verwijs naar het participatieverslag op pagina 9. Als de planning wordt gehaald, pagina 21, kunnen de woningen in het tweede kwartaal van 2024 worden betrokken. Bijna 8 jaar later wordt dan eindelijk gerealiseerd wat in 2016 al een dringende behoefte aan juiste opvang en zorg werd genoemd. Daarom roep ik u op om af te zien van deze locaties en de afslag te nemen naar de door de wijkraden voorgestelde locaties op Schoteroog. Dat levert voor de realisering van Domus Plus en skevenhuizen kortere termijnen op en voorkomt mogelijk juridische procedures. De doelgroep krijgt sneller dan nu gepland de juiste opvang en zorg op een prikkelarme locatie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan mevrouw Vink. Gaat u gang. Goedenavond. Mijn naam is Annemieke Vink en mijn ouders en broer hebben een veehouderij aan de Vergierenweg en een pensioenstalling aan de Vergierenweg in Haarlem-Noord. Wij zijn bijzonder ongerust over de komst van de skevenhuizen. Onze koeien en paarden lopen elke zomer op de weilanden rondom de boerderij Akendam. En niet alleen onze dieren, maar ook die van pensioenklanten. Onze pensioenstalling ligt op ongeveer 150 meter vanaf de plek waar de skevenhuizen komen. En onze veehouderij ligt iets verder weg, maar wel binnen 400 meter. Via een werknemer van het leger des Heils hebben wij vernomen dat hier mensen komen met zowel verslavings- als psychische problemen. Mensen die er alles aan doen om aan geld te komen om in hun verslaving te voorzien. En dat zou betekenen dat niks in de buurt meer veilig is.
En dan doe ik in dit geval op materialen die bij ons op het erf liggen en staan, zoals ijzer, machines, hout, de spullen van pensioenklanten die hun paard bij ons hebben staan, waaronder zadels, hoofdstellen, andere dure spullen. Verder zijn we ook bang dat zij over de weilanden zullen gaan dwalen en daar gaan gebruiken of gezellig gaan zitten. En dan hun rotzooi achterlaten of dat ze de dieren gaan benaderen, wat wij absoluut niet willen. Als het allemaal door zou gaan, zullen er kosten gemaakt moeten worden, waaronder alarmcamera-systemen en dergelijke. Hekwerk waarschijnlijk om de weilanden heen om te zorgen dat ze daar niet bij kunnen komen. De stallen kunnen namelijk niet op slot in verband met brandgevaar. Dus op slot doen is geen optie. Dat gaat gewoon niet. En ik neem aan dat als het daar gaat komen, dat de gemeente deze kosten op zich gaat dragen. Want ik neem aan dat wij dat niet zelf zouden moeten gaan bekostigen. Dan nog verder het feit dat wij het heel raar vinden dat wij verder niet benaderd zijn. Op geen enkele manier. De eerste brief die daar ooit uit is gegaan hebben wij nooit ontvangen. Pas nadat wij daar zeg maar een melding over gemaakt hebben, hebben wij hem alsnog in de brievenbus gekregen. En ook het gesprek met onder andere de wijkraden en de eigenaar van Sterrenheuvel en de sportclub zijn wij niet bij aanwezig geweest. Omdat wij daar nooit een melding over gehad hebben. Dus dat vinden wij op zich wel een kwalijke zaak. Verder vinden wij de plek ook niet logisch, omdat het aan een doorgaande weg is. Er fietsen kinderen, er sporten kinderen, er wandelen mensen. Er zijn mensen die afscheid nemen van hun dierbaren, mensen die wandelen. Het ligt aan de rand van een weidegebied waar vogels rustig zouden moeten broeden. En de natuur zijn gang moet gaan. En ik snap dus niet waarom deze mensen dus aan de rand van de woonwijk en bij de weilanden geplaatst gaan worden. En ik vraag u tot een afronding komen? Ja hoor, ik ben klaar. En daarom zou ik u willen vragen om nog eens goed na te denken over waarom deze plek. Dat was het. Nou, hartelijk dank voor uw bijdrage. Zijn er vragen vanuit de commissie? Meneer Arnan. Ja, dank u wel. Dank u wel voor uw komst. Ik heb een vraag voor mevrouw Vink en mevrouw De Roos. Mevrouw Vink, u zegt het kwam voor ons als een verrassing. We zijn niet eens gekend door de gemeente. Nou, dat vind ik eerlijk gezegd kwalijk voor iemand die er al jaren zit. Maar u heeft eigenlijk hele concrete vragen. Van, stel dat het er komt, wat gebeurt er dan met investeringen die we dan zouden moeten doen? Heeft u die vraag niet ergens kunnen stellen? Eigenlijk niet. Het zijn gewoon vragen die wij nu in ons opkomen en die hadden wij eventueel kunnen stellen. Bijvoorbeeld bij het overleg met de wijkraad en dergelijke. Maar daar zijn wij niet van op de hoogte geweest, dus wij hebben die vragen ook niet eerder kunnen stellen. Nou, bij deze dan voor de wethouder. Mevrouw De Roos, u zegt het schoter ogen leidt tot kortere procedure. Kunt u dat uitleggen en onderbouwen? Als ik het vergelijk met de procedures die nu doorlopen moeten worden voor zowel de nieuwe weg als voor de Vergierenweg, dan schat ik zo in, dat is een inschatting, ik heb daar geen wetenschappelijk bewijs voor, maar dat weet u natuurlijk wel, dan schat ik in dat het korter gaat duren. Als we nu zien dat er instanties, bedrijven, instellingen zijn die zeggen we willen, als het doorgaat, een juridische procedure aanspannen, dan denk ik, oh jee, dat gaat nog veel langer duren. En als ik de planning zie in de participatienota, dan is het gepland in 2024 en bij de nieuwe weg in 2025. Ja, en dat zijn natuurlijk nogal 3-4 kostbare jaren waarin de mensen die in 2016 al werden geprognosticeerd als dringend noodzakelijk voor opvang, dan denk ik dat deze situatie niet veel op gaat leveren qua tijd. Meneer Aynan. Mevrouw De Roos, dank u wel voor uw antwoord. Maar denkt u dan dat die procedures bij Schoteroog niet gevoerd gaan worden? Dat niet overzien. Ten eerste heeft u dat besluit niet genomen. En ten tweede weet ik ook niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar ik vind in ieder geval de moeite waard. Ook zou ik dat zeer de moeite waard vinden als de gemeenteraad dat ging onderzoeken. Om in ieder geval die vergelijking te kunnen maken. Dank u wel. Dan zag ik meneer Van den Doel, GroenLinks. Ja, ik heb twee vragen. Eén voor mevrouw Hovenier en één voor mevrouw De Roos. Even mevrouw Hovenier, u heeft het over beloning. Dat ze huizen krijgen omdat het een beloning is. Dat, kunt u dat uitleggen hoe u dat precies bedoelt? Nou, is in mijn ogen een beloning, hè. Dat is het eigenlijk.
Ja, maar u bent niet de enige die de mensen, dat we ze een beloning geven om te gaan huisvesten. En dat lijkt me de omgekeerde wereld. Die mensen hebben al heel lang niks en die leven op straat en die verdienen toch ook een woning. Dus, maar goed, ik had een andere vraag die ik wel belangrijker vind aan u. Is, u zei van tafel geveegd. Kunt u daar iets meer over zeggen? Want dat vind ik wel heel interessant om te horen. Van de Waardepolder had u het over. Dat idee hadden wij aangedragen om, ja. Nou, als dat een geschikte locatie zou kunnen zijn. Maar dat werd eigenlijk van tafel geveegd door te zeggen van ja, dat bestemmingsplan is daar niet voor. Daar werd mee begonnen, maar dat is er eigenlijk aan de Vergierenweg ook niet. Dus, er is niets mee gedaan. Dank u wel, dan zag ik daar. Oh, meneer Van der Doel nog. Ja, ik wil verder niet antwoorden, want dan gaan we in debat. Dat lijkt me overdreven. Mevrouw De Roos, Schoteroog, dat is waar veel op ingezet wordt. Maar voor uw buurt betekent dat toch ook dezelfde overlast als voor alle andere buurten. Omdat de looplijnen van de mens toch uiteindelijk dwars door de buurt gaan. Uiteindelijk willen ze de bewoners van de Skeefhuizen of de Domus Plus, die willen toch ook de stad in. Dus dan komen ze bij eerste instantie bij u naar binnen. Maar u... Het lijkt wel of iedereen dat heel erg mee vindt vallen. Nou ja, kijk, ik denk als je aan Schoteroog denkt, denk ik aan een prikkelarme omgeving. En dat is eigenlijk mijn uitgangspunt ook bij de beoordeling van de locatie aan de Vergierenweg. Daar gebeurt veel te veel, ook met jeugd, met sportverenigingen en huizen in de buurt. Dat vind ik, lijkt mij niet een prikkelarme omgeving. Ik heb daar geen kant-en-klare definitie van, maar... Het Schoteroog is dat wel. Meneer Van den Doel? Ja, tot slot. U bent ook bekend dat ook bij Schoteroog heel veel recreatie plaatsvindt. En dat er ook jongeren daar op de boten zich vermaken. En dat er jachthaven er is en dat er bedrijvigheid is. Dus dat, ik weet niet of dat helemaal zo zou zijn. Maar goed, dan gaan we weer in discussie. En dat willen we niet vandaag. Nee. Maar dank u wel voor uw inspreken. Ook seks, stel het zeer op prijs. Ja, een vraag aan mevrouw De Roos. Heeft u uw optie Schoteroog aan BMW voorgesteld en wat was de reactie? En ik heb zo direct nog een vraag. Wij hebben als drie wijkraden op 18 februari een gesprek gehad met de wethouders Roduner en Meijs. En daar hebben wij geprobeerd om deze locaties aan de orde te stellen. En de wethouders hebben, en ik kan daar best begrip voor hebben, gezegd van wij zijn gehouden aan de uitspraken van de gemeenteraad. En die heeft tegen ons gezegd ga die vier locaties onderzoeken. Maar het had wat ons betreft, als wijkraden gezien, ook een meerwaarde gehad als werd gezegd we willen die locatie ook betrekken. Maar dat is dus niet gebeurd. Ik heb een vraag aan mevrouw Hovenier. U had het net over dat uw kind 8 jaar moet wachten. Ik snap uw zorg met betrekking tot de wachttijden voor een sociale woning. Maar wat vindt u ervan? Hebben deze mensen niet een plek nodig, een dak boven hun hoofd? Absoluut hebben zij een dak boven hun hoofd nodig. En dat is ook, daar ga ik ook niet over in discussie. Maar het is gewoon de plek. Waarom moet het zo dicht op een woonwijk? En zo dicht bij school en zo dicht bij sport. Dat was eigenlijk het enige. En daarom dachten wij, Waardepolder is misschien een geschiktere oplossing met inderdaad minder prikkels en alles iets verder bij elkaar vandaan. Straks ga ik zingen. Nee, het is niet echt geen grappen. Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Nee, zijn er geen vragen meer voor deze groep mensen? Nou, meneer Arnan, nu is nog een beetje tijd. Mevrouw De Roos, hè, inderdaad, Schoteroog wordt echt zo vaak genoemd. Stel nou dat we zeggen van, joh, oké, we nemen Schoteroog mee. En volgens al die criteria die ook voor de andere locaties gelden. En daaruit komt voor dat die locatie dan ongeschikt is. Heeft u er dan, omdat u dan meegenomen bent en de locatie onderzocht is, heeft u er dan vrede mee als die alsnog afvalt? Kijk, we zijn bezig met een democratisch proces. De gemeenteraad is een democratisch gekozen orgaan. U neemt het besluit.
En wat wij proberen is om te zorgen dat in de besluitvorming alle belangen worden meegewogen. En daarom zit ik hier namens onze wijkraad om u te wijzen op de belangen van Vondelkwartier ten aanzien van de Vergierenweg. En dat is dus ja, onze rol. En uw rol is om een besluit te nemen, alles afwegende. Ja, maar wacht even. Ja, en juist omdat we hier ook een democratisch orgaan zijn, proberen we ook naar u te luisteren. U doet een suggestie, joh, kijk eventjes naar Schoteroog. Er zijn andere insprekers die zeggen van nou, er zijn meerdere locaties mogelijk. En ik vraag aan u, heeft u er dan vrede mee als we de locaties weer gaan onderzoeken, inclusief Schoteroog, met alle transparante voorwaarden, dat u dan daar vrede mee heeft en zegt oké, dan is het akkoord, want wij zijn echt gekend en gehoord in dit proces. Dat is precies de kern. Als wij gehoord worden in dit proces en u heeft een goede afweging gemaakt met de voor- en de tegens, dan is het het besluit van de gemeenteraad. En ik respecteer besluiten van de gemeenteraad. Het roept een vraag over bij meneer Blokpoel, VVD. Jazeker, mevrouw de Roos. Ook een verhelderende vraag. Nou, u geeft duidelijk weer hoe u daar tegenaan kijkt. Ja, ik moet even tussen de schermen doorkijken. Vindt u überhaupt dat een dergelijke voorziening in Haarlem moet plaatsvinden als hier geen geschikte locatie voorhanden is? Ja, dat is mijn mening. U heeft in 2016 als gemeenteraad dat ook besloten. En ik vind dat een stad als Haarlem zeker verplicht is om een dergelijke voorziening in de eigen stad te realiseren. Wetende dat dat dus nogal een hele klus is om daar begrip en medewerking voor te krijgen. Maar dat is juist, denk ik, de kracht ook van deze discussie. Om te kijken waar kunnen we in onze stad deze voorziening realiseren. En dat is aan u om daar een besluit over te nemen. Dank u wel. Nog een vraag bij meneer De Groot, D66. Ja, dank u voorzitter. Ook aan mevrouw De Roos. Wij zijn samen bij Schoteroog gaan kijken. Mijn compliment, u bent bijzonder wel bespraakt. Ik kan daar af en toe nog wel wat van leren. Een van de risico's bij een Schoteroog, want we horen die naam inderdaad vallen, is dat op het moment dat we de stap nemen om weer een locatie hierbij te betrekken, op welke wijze dan ook, dat de beer los is. Hè, dan, als deze het dan niet is, dan moeten we misschien nog wel naar 5 andere locaties kijken. Hoe ziet u dat? Ik weet niet wat u verstaat onder de beer is los, maar laat ik het voor mijn eigen even formuleren. Dan is in ieder geval een extra mogelijkheid aan de orde die u gaat onderzoeken op zijn voor- en tegens. En ik denk dat dat de moeite waard is. Daarom doe ik ook een beroep op u om te zeggen, kijk nou iets verder dan die 4 locaties die op 22 oktober gekozen zijn. Kijk ook naar andere locaties die heel goed misschien zouden passen bij die doelgroep. Houdt u ten goede, die doelgroep moet geholpen worden. En Haarlem heeft die verplichting op zich genomen. En ik vind dat ook heel positief dat we deze discussie kunnen voeren in alle openheid. Om te kijken of er meer opties zijn dan de 4 die op 22 oktober zijn vastgesteld. En dan toch een korte vervolgvraag. Want u zegt inderdaad, dan zouden we meerdere locaties daarbij moeten betrekken. Ik heb tot nu toe eigenlijk als enige alternatief dat Schoteroog naar voren horen komen. Heeft u naast het Schoteroog nog andere alternatieven voor ogen die onderzocht zouden moeten worden? Nou, ik ben hier niet het stedenbouwkundige. Ik wil dat ook niet op een verkeerde manier invullen. Maar ik denk dat mogelijk is dat binnen de gemeente en ook binnen het ambtelijk apparaat er voldoende kennis in huis is om locaties nog eens extra tegen het licht te houden en nieuwe locaties te benoemen. Dank nogmaals mijn complimenten voor uw woordkeus. Meneer Klaver, CDA. Ja, mijn vraag is, zijn de gesprekken van de wijkraad met de gemeente al zo ver gegaan dat er gesproken is over locatie Vergierenweg, over de invulling van een veiligheidsplan om vestiging mogelijk te maken, of is het zover niet gekomen? Nee, zover is het niet gekomen. We hebben uiteraard begrepen dat de wethouders de vraag aan ons hebben voorgelegd, wat is er nodig om die locatie mogelijk te maken? Maar dat is een vraag die werd gesteld nadat het besluit door de gemeenteraad was genomen. En het ware beter geweest als voordat het besluit was genomen door de gemeenteraad, aan ons was gevraagd, aan wijkraden, bewoners, bedrijven, instellingen, wij gaan die locatie kiezen. Kunt u ons helpen met eventuele pro en contra's om die locatie te benoemen?
En ik vind dus dat het verkeerd gegaan is. In het begin moet je mensen betrekken en vervolgens een besluit nemen. Niet een besluit nemen en dan de mensen erbij betrekken. Meneer Klaver. Ja, vervolgvraag. Als u gevraagd zou zijn van wat vindt u belangrijk in het veiligheidsplan voor de vergierde weg, wat zou u dan hebben ingebracht? Ja, dat is een moeilijke vraag, omdat ik die locatie niet geschikt vind. Dus iets wat je niet geschikt vindt, kun je niet geschikt maken. Althans, ik ben die tovenaar niet. Dus ik denk dat mijn argumenten om niet voor die vergierde weg te kiezen, hopelijk bij u ook goed zijn gehoord. En het kan dus niet daar, want die sportverenigingen zitten daar, die huizen zitten daar. Het is heel, heel lastig. En hier zitten nog twee bewoners uit mijn wijk die ook hun aparte zorg hebben geuit. Mijn advies zou zijn, doe het niet en kijk alsjeblieft naar Schoteroog. Sander van de, of meneer van de Raad, trots. Ja, dank u wel, voorzitter. Mooie ontwikkeling nu in deze commissie om te zien dat mevrouw De Roos nu de locatiedeskundige is. Dus ik hoop dat u zich beschikbaar stelt als wethouder. Ik ga op uw stem in ieder geval. Maar vindt u dan ook dat als wij de locaties opnieuw zouden onderzoeken met Schoteroog erbij, lijkt ons van Trotshamen een prima plan, dat we dan ook het argument looproutes erbij betrekken? U mag gewoon ja zeggen. Ja, uiteraard. Wie ben ik om te zeggen dat u dat niet mag doen? Oké, dan mevrouw Eckhart, SP. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag voor mevrouw Hovenier en mevrouw Vink. U woont beide in de buurt van de Vergierdeweg. Eén iemand op de Vergierdeweg, één iemand in het Vondelkwartier. Dat is vlakbij de Velzenpoort. Hoeveel mensen van de Velzenpoort dwalen door uw buurt, mevrouw Hovenier, en vallen de kinderen lastig zodat ze niet meer buiten kunnen spelen? En hoeveel van die bewoners van de Velzenpoort hebben bij u de spullen gestolen zodat u grote hekken om uw bedrijf heen moet zetten? Het is er nog niet, dus. Nu maar er wonen heel veel mensen in de Velzenpoort nu. Ja. En daar heeft u geen last van? Nou, nee, minder. Ja. Helder, dank u wel. De laatste vraag voor deze ronde. Oude M. Wij hebben ook tot op heden daar nog geen last van gehad. Ja, dat is mijn antwoord. En toch verbaast het me dan dat u zeker weet en hier beweert dat uw spullen gestolen zullen worden. Want het zijn eigenlijk dezelfde groep mensen. Ik weet niet of dat dezelfde soort mensen zijn, maar als ik het hoor uit bronnen van mensen die met dit soort mensen werken. En ik begrijp dat het ook over het algemeen ook mensen zijn met verslaving of dat soort problemen. En dat zij echt in staat zijn om van alles te stelen om maar aan hun dingen, om aan geld te komen om dat allemaal te kunnen bekostigen. En daar zijn wij gewoon heel bang voor. Ik wil door. Er is nog één vraag in deze ronde voor meneer Wiedemeijer, PvdA. Die is digitaal aanwezig. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil mevrouw De Roos bedanken voor haar constructieve houding. Ik wil altijd even een informatieve vraag. Bij het uitgebreide locatieonderzoek zitten twee locaties aan de rand van Schoteroog, namelijk nummer 38 en 51. Dat onderzoek is openbaar, ook met de beoordeling daarvan. Ik wilde even voor de zekerheid weten of u bekend bent met die analyse. Ja. Mag ik dan vragen wat u dan precies bedoelt met dat die locaties moeten worden onderzocht? Want dat is dan toch ook al gebeurd? Het gaat om de gehanteerde criteria. En we hebben moeite met die criteria die wordt gehanteerd. U moet eens kijken naar de diverse locaties, hoe die worden beoordeeld. Er staat bijvoorbeeld op een bepaald ogenblik goed schuine streep neutraal. Dan denk ik, oké, het is goed of het is neutraal. Maar het is niet goed schuine streep neutraal. Ik begrijp dat dus niet. En ik vind dus dat onderzoek in zijn algemeenheid, ja, dat zou wat kritischer hebben moeten worden bekeken. Misschien door een derde partij, om eerst te bezien of dat wel in alle eerlijkheid, in alle oprechtheid goed is uitgevoerd. Of dat men uiteindelijk uit een 60-tal locaties dan uiteindelijk maar 4 heeft gekozen. En waarvan ik denk van ja, maar daar bij die 4 zitten ook allerlei mitsen en maren. Dus als het onderzoek niet voldoende is geweest, dan kan je ook geen voldragen besluit nemen, naar mijn mening. Dank u wel. Dan, we hebben iets meer tijd genomen voor de beantwoording van vragen, omdat we wat voorliepen op het schema. Dat voordeel heeft u gehad. Wij willen nu namens de commissie hartelijk danken voor uw komst vanavond en uw bijdrage. Nu verzoeken langs het tafeltje even schoon te maken en de zaal te verlaten. En dan hebben we even een
korte break, pauze voor de nieuwe groep die fysiek aanschuift.